Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitzending van Mijn Zorg. Vandaag onder andere in de uitzending Landelijke Huisartsenvereniging luidt de noodklok. Houdt griep buiten de deur en het laatste nieuws op zorggebied. Mijn naam is Lotte Rinsema en dit is Mijn Zorg van donderdag 18 februari. Lukt het gemeenten om alle zorgbehoefenden op een bestemming te krijgen? Sinds de wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en dagbesteding. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Bijna iedere week is er druk mee. Het vervoeren van haar oma naar de dagbesteding. Ongeveer 2 keer per week met de auto ophalen en wegbrengen. Tinka van der Voort is een vrijwilliger die hulpbehoefenden van plaats A naar B brengt. Het gaat om mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. Ik studeer Small Business and Retail Management. En daarnaast ben ik vrijwilliger vanuit mezelf. En ja, rijd ik ongeveer 2 of 3 keer per week mijn oma heen en weer naar Team Buitengewoon. Omdat ik gewoon zag, in principe begonnen met mijn oma. Ik rijd af en toe ook nog wel andere mensen heen en weer. Maar ik zag gewoon dat mijn oma, nadat mijn opa was overleden, heel erg eenzaam werd. En omdat er heel erg is, wordt bezuinigd op het moment met zorg. En alles vanuit de gemeente betaald moet worden, is het gewoon niet meer te doen om dat via instellingen te doen en organisaties. Dus ja, vrijwilligers zijn gewoon nodig en daarom doe ik dat nu. Niets doen was voor Tinka dan ook geen optie. Ik kon gewoon zien dat, ja, mijn oma kon steeds minder doen. En ik zag gewoon dat ze heel erg ongelukkig werd in een eentje. En ja, die heeft gewoon, die had gewoon nodig om even erop uit te kunnen gaan. En soms doe ik ook andere activiteiten met haar. Dan rij ik er heen en weer naar de supermarkt en is helemaal gelukkig. Dus ja, gewoon een beetje aandacht dat ze nodig hebben, dat is gewoon fijn. Dat ze eruit kunnen en zich niet afhankelijk voelen. Ook Lazien van Rooyen, communicatiemanager bij Amerpoort, ziet dat het erg moeilijk is om alle cliënten op hun plek te krijgen. Wat we wel doen is binnen de organisatie zelf veel met vrijwilligers activiteiten organiseren. En dat is wel op basis van vrijwilligheid en ook heel vaak nog met eigen medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor grotere activiteiten ook die Amerpoort organiseert. Vrijwilligers lijken hard nodig te zijn en daarom is Tinka nog lang niet van plan om met haar baantje te stoppen. Ja, je ziet gewoon dat mensen uiteindelijk toch wel op hun plek komen. Want er is natuurlijk ook nog personeel, maar je ziet gewoon dat het heel erg op het personeel wordt bezuinigd en daardoor moeten ze het gewoon echt van de vrijwilligers hebben. En zolang er vrijwilligers gevraagd worden, rijdt Tinka iedere week haar oma op en neer. Als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, komen ze pas echt terecht in de samenleving. Ze lopen tegen veel problemen aan en daarom luidt de Landelijke Huisartsenvereniging nu de noodklok. Verslaggever Dennis Terpstra bezocht Jan de Jong, maatschappelijk begeleider van vluchtelingen. Hier woont Jan de Jong. Hij begeleidt al 10 jaar vluchtelingen voor Vluchtelingenwerk Nederland. Dat de Landelijke Huisartsenvereniging nu aan de bel trekt, verbaast hem niets. Hij heeft zelf genoeg voorbeelden van vluchtelingen die er niets van snappen. Ik moest nu met de vrouw van die meneer naar de huisarts. En ik had de avond van tevoren nog gezegd, 8:30 zit ik al bij de huisarts in de wachtkamer om je te helpen. Maar jij moet er ook om 8:30 zijn. 9:15 komt ze nog eens aanzetten nadat ik er gebeld heb van je moet nu toch wel komen. De oorzaak van dit soort problemen ligt vaak bij taal- en cultuurverschillen. Als het een ingrijpende zaak is, dat hebben wij nu nog niet gehad, maar als je echt een behoorlijk ziektebeeld hebt, dan kan die huisarts niks met mij, want ik versta het niet. Hij kan het zelf niet vragen, dus hij is afhankelijk van een telefoon. Je hebt een tolkentelefoon, kost weer heel veel extra geld,
Maar dan kan hij wel met de tolkentelefoon een afspraak maken en met de patiënt een afspraak maken. Maar je snapt wel, als er een tolk is, dan duurt het consult ook 2 keer zo lang. De meeste tolken zijn toch wel mannen en voor vrouwen is dat toch ook wel eens weer een probleem. Die durven dan ook weer niet alles te zeggen. De bevolkingsgroep waar je uitkomt is een probleem bij tolken. Dus bij die tolken moet je ook nog weer weten van is het een soeniet of een shiit, want anders dan weet je nog niet of die vertaling klopt. Het is moeilijk hoor. De oplossing? Die moet vanuit vluchtelingen zelf komen, zegt de Jong. Die taalbarrière blijft verschrikkelijk moeilijk en daarom ben ik ontzettend streng met hun aan te pakken dat ze naar de inburgeringsles gaan. Dat ze niet, omdat er een beetje een verstopte neus is, dat ze thuis blijven. Nee, met verstopte neus ook naar school. Want dat is de enige oplossing om die problemen te vermijden. Wat kun je doen om de griep buiten de deur te houden? En hoe bestrijd je hem als je het virus hebt opgelopen? Deze vragen stelde ik aan apotheker Kees Bogert en bedrijfsarts Linda van der Noorda. Nederland wordt alweer 6 weken geteisterd door de griepepidemie. Bijna iedereen heeft wel last gehad van de bekende symptomen zoals koorts en verkoudheid. Wat merkt de apotheker hiervan? Wat wij meekrijgen, dat krijgen we via de media, via de radio, televisie, krant. En daar blijkt uit dat er op dit moment een griepepidemie is. Dat betekent meer dan zoveel mensen hebben griep op zoveel inwoners. En dat duurt al een tijdje en dat is bijna ieder jaar in februari wel het geval. Hè. Dat is aan het eind van de winter. Dan zijn de mensen snakken naar zon. Hè. Dan zijn de mensen wat verzwakt, zeg maar. En dan pik je dat gauw op. De apotheker kan daar niks aan doen. De dokter kan daar ook niks aan doen. Als je griep hebt, dan moet je het uitzieken. En als je er wat aan doet, dan duurt het zeg maar 2 weken. En als je er niks aan doet, duurt het 14 dagen. Dus het maakt niet uit. Het lichaam moet zelf die virussen, die griepvirussen uit het lichaam wegpesten, zeg maar. En dat doe je door gewoon rust te nemen en uit te zieken. Als je de griep hebt, wil je er zo snel mogelijk weer vanaf. Wat kun je doen om beter te worden? Wat hoestdranken. Dus als je heel veel moet hoesten, is dat irritant. En om dat een beetje te verzachten, zijn er verschillende hoestdranken die je daarvoor kan gebruiken. Daarnaast hebben vaak mensen last van verstopte neus. Dus daar kan je neusdruppels voor gebruiken. Mag je niet langer dan 1 week achter elkaar gebruiken. En daarna moet je ermee stoppen, want anders werkt het contraproductief. Nou, je hebt wat dingetjes om de keel te smeren als die erg hees wordt, zoals bij mij nu het geval is. En als je koorts hebt, dan kan je dat met paracetamol bestrijden. Maar nogmaals, het is symptoombestrijding. Tegen de griep zelf kan je niks doen. Om te voorkomen dat je griep krijgt, kun je de griepprik nemen. Maar hoe werkt zo'n vaccin en helpt hij ook echt? Zo'n vaccin bestaat uit 3 verschillende virussen. En het is natuurlijk altijd een beetje een gokje of het virus wat die griepepidemie gaat veroorzaken ook werkelijk in dat vaccin heeft gezeten. En vorig jaar was er een mismatch, hè, dus dan was eigenlijk een griepepidemie veroorzaakt door een virus wat niet in dat vaccin zat. Ja, en dan schiet je dus gewoon mis, als het ware. En de geluiden die je nu hoort in de media zijn ook weer verdeeld. Sommige mensen en ook deskundigen hoor je zeggen van nou, deze keer is er wel een goede match. Het zijn nu vooral jonge kinderen die getroffen worden door de griep, maar soms ook juist gezonde mensen die zelf in het ziekenhuis belanden met griepachtige verschijnselen. Maar ook daarover, als je goed in de media kijkt, hoor je allerlei verschillende verhalen. Een opgeruimde keuken. Volgens een Australisch onderzoek leidt het tot een gezondere levensstijl. Maar hoe zorg je er nu voor dat het netjes blijft? De opruimcoach weet raad. Nou, weet je wat, ik ga wel een frietje halen. Je gaat dus eigenlijk voor het makkelijke. De een vindt dat al schoon genoeg en de ander wil spik en span. Als er heel veel troep ligt in je keuken, ja, dit is nou wel heel maagdelijk schoon omdat jullie hier zijn. Maar als er heel veel troep ligt in je keuken, dan
Dan weet je eigenlijk niet goed waar je je spullen kwijt moet. Als je een beetje leuk kookt, dan heb je meer werkruimte nodig. En dan denk je, eigenlijk heb je het gevoel, ik moet daar iets mee. Of ik heb die pan nodig. Dus je moet eigenlijk al eerst aan het opruimen. Maar daar heb je geen zin in. Wat ga je doen? Je gaat misschien zelfs wel wegdenken. Nou, weet je wat, ik ga wel een frietje halen. Joke van den Boogaard is opruimcoach en weet alles van een geordend huishouden. Ook de rommel in de keuken is haar niet vreemd. En dat leidt volgens een Australisch onderzoek weer tot een ongezonde levensstijl. De stress die erbij komt kijken zorgt namelijk dat je meer calorierijk voedsel eet. Nou, mensen die er een beetje gevoelig voor zijn, die gaan waarschijnlijk glimlachen als ze dit horen. Want het is heel herkenbaar dat als je heel veel spullen hebt, en spullen zie ik heel breed, hè, dat zie ik ook in afspraken enzovoort, dan gaat het je een beetje duizelen, want alles roept naar je, waar moet je beginnen, wat moet je doen? En nou ja, op zich is dat eigenlijk ook nog niet een groot probleem, maar wel als iets zo langer voortduurt en nog langer voordoet en dat het gaat stapelen en dan ja, je de neiging hebt om je ervan af te keren en dan eigenlijk maar niks meer doet. Want dat is wat er gebeurt en daar ga je je dus ongelukkig door voelen. Student Nienke Voshart zit met haar handen in het haar. Haar keuken is namelijk één grote bende. Ja, het is echt verschrikkelijk. En ook al ruim ik zelf soms iets op, ja, dan heb je nog 3 huisgenoten. En dan is het alsnog echt, ja, gewoon 1 grote bende, zeg maar. Nou, ja, ik wil hier gewoon best wel koken. En soms denk ik ook, ik ga gewoon gezond eten. Maar ja, dan kom je hier weer. Nou, dan zakt de moed me wel in de schoenen, ja. Welke tips kun jij mij nou geven om mijn keuken, maar ook mijn kamer goed opgeruimd te krijgen? Want ik heb een ontzettend vervelende huisgenoot en die zit steeds rommel te maken terwijl ik het eigenlijk opgeruimd wil. Ja, dan moet je afspraken gaan maken. Hè? En eigenlijk zijn er soms ook van die dingen die je niet moet doen. Je moet niet gaan lopen zeuren en elke keer erop gaan. Nou, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus je moet iedere dag even snel opruimen, even snel schoonmaken. En dat kan, een snel schoonmaken kan gewoon een doekje zijn, hoppatee, klaar. Als je er een beetje tempo van maakt, dat kan wel leuk maken. Het kan met kinderen ook leuk zijn dat je kinderen lid opruimen. Een beetje tempo, muziekje eronder. Mm-hmm. Tenminste, studentenhuis lijkt me een lekker harde muziek aan. Hè? Ja. En dan even affluitend gewoon je klus doen, op de tijd letten. En dan zeggen, nou, zo laat gaan koffie drinken. Ja. Nou, dan is het zo gebeurd. Gezond is hip. Geen broodje frikandel of kroket meer, maar zoveel mogelijk groenten en fruitsapjes. Verslaggever Anton de Vries peilt de mening op straat en gaat langs bij een smoothie-ondernemer. Als u moest kiezen tussen vis en vlees of groenten, wat kiest u dan? Groenten. En waarom? Nou, ik denk dat ik wel zonder vis of vlees zou kunnen, maar niet zonder groenten. Ik denk groenten. En waarom? Omdat me dat beter laat voelen. Dan heb ik het idee dat ik gezond ben. Wat eet u het liefst en waarom? Jeetje, ik ben dol op salade. Waarom? Ja, dat vind ik gewoon lekker. Ik eet gewoon heel graag gewoon genoeg groenten. Dus vaak eet ik gewoon pasta. Dat is lekker makkelijk te maken. Aangezien ik woon net een paar maanden in Zwolle, op mezelf. Ik denk dat ik het snelst pasta zou maken. Dat vind ik wel erg lekker. En dan kan je gewoon groenten bij doen en zo. En ik hou van courgette en paprika. Als je nou moest kiezen tussen frisdrank of een fruitsapje, wat zou je dan kiezen? Fruitsapje, want dat vind ik gewoon lekker smaken. Frisdrank vind ik verschrikkelijk. En ook omdat het gezond is of dat, daarom niet? Daarna. Eerst vind ik het veel lekkerder en daarna komt er ook bij dat het ook gezond is. Wat maakt uw bedrijf zo speciaal in Zwolle? Nou, omdat we smoothies maken met vers fruit. En vers fruit is vaak duurzaam. Zolang er vers fruit bestaat, kunnen wij verkopen, zeg maar. En tegenwoordig is het wel een trend om wat gezonder, bewuster te leven. Dus dan passen wij daar wel een rijtje thuis. Dus ik denk dat dat ons wel een beetje speciaal maakt. Probeert u nog een speciaal publiek te trekken? Nee, niet echt. Het is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Jong, oud, maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet. Het is echt voor iedereen. Dus we willen juist iedereen gezond houden. En ik denk dat dat wel een goede doelstelling is. Waarom heeft u ervoor gekozen om juist specifiek zo'n gezond product te gaan verkopen? Nou, zoals ik al eerder zei, omdat het een duurzaam product is. En we willen vooral iets duurzaam doen. Want heel vaak, ja, heel veel mensen die bedenken een product of een bedrijf om snel geld te verdienen. Maar ja, wij doen het niet voor het geld. We doen het echt om, ja,
zelf goed te voelen en daarmee ook de rest goed te laten voelen. Het is ook een beetje moreel gezien een keuze? Ja, het is een beetje een mix van moreel en natuurlijk ook commercieel, want je wil natuurlijk ook je brood verdienen. En als dat op een eerlijke manier kan, dan is dit de beste vorm ervan. Wat is uw favoriete smoothie? Mijn favoriete smoothie? Nou, ik heb er heel wat, maar ik denk toch wel de Smooth Persia. Dat is dan met banaan, dadels, walnoten, honing, pistache, sojamelk en frozen yoghurt. Dus gewoon een lekkere, gezonde milkshake smoothie, zeg maar. Omdat het wel met vers fruit is natuurlijk. Onze slogan is Make Life Smooth, dus zolang het leven maar een beetje smooth wordt. En dat begint altijd bij jezelf. Als je je gezond voelt, dan voel je jezelf beter, dan straal je dat ook uit. En dan maak je het leven ook wel smooth, denk ik. Er is deze week natuurlijk nog veel meer gebeurd in de zorg. Kelly, wat was er deze week in het nieuws? Inderdaad, Lotte, er is weer veel gebeurd deze week op het gebied van de zorg. Zo ervaren de nabestaanden van donoren de einde levenszorg positiever dan familie van niet-donoren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Het is nog onduidelijk of het komt door de goede communicatie of de extra zorg en aandacht voor de nabestaanden in het kader van de orgaandonatieprocedure. Naarmate men ouder wordt, groeit het verschil tussen hoe oud men zich voelt en hoe oud men daadwerkelijk is, blijkt uit onderzoek. De gemiddelde Nederlander voelt zich 5 jaar jonger dan hij is en de gemiddelde 65-plusser voelt zich 10,5 jaar jonger. Een test die bij de zwangere vrouwen moet controleren of het ongeboren kind een afwijking als het syndroom van Down heeft, moet voor alle vrouwen beschikbaar komen. Niet alleen voor vrouwen met een verhoogd risico. De Tweede Kamer debatteert dinsdag met minister Edith Schippers van Volksgezondheid over het onderwerp. De samenstelling van biologische melk en vlees is volgens onderzoekers gunstiger dan bij gewone varianten. Biologische melk bevat omega-3-vetzuren en andere voedzame voedingsstoffen. De verschillen in samenstelling van biologisch vlees en melk worden volgens de onderzoekers veroorzaakt door de weidegang van biologische koeien. 1 op de 3 vrouwen kan zich voorstellen een kind te hebben zonder een partner. Slechts 11% van de mannen ziet het niet zitten. Ruim 29% van de vrouwen wil liever op een andere manier zwanger raken, zonder vaste relatie, dan helemaal geen kinderen krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van datingsite Parship onder ruim 2000 leden, tussen de 18 en 69 jaar oud. Dankjewel Kelly. Dit was Mijn Zorg voor deze week. Voor meer achtergronden en video's gaat u naar www.journalistiekzwolle.nl. Volg ons ook op Twitter en Instagram onder de naam Mijn Zorg AJ2B. Nog een hele fijne dag en tot volgende week.